Dion, welkom terug. Ja, bedankt. Hoe was het, je interlandperiode? Ja, het was leuk. Het was hartstikke leuk. Voor het eerst dat ik dit heb kunnen meemaken. Het was allemaal nieuw. Maar ik moet zeggen dat het me heel goed is bevallen. En ja, ik heb daar echt een leuke tijd gehad. Je hebt je officiële debuut mogen maken. Gefeliciteerd en gelijk je eerste assist. Ja, klopt. Sowieso bedankt voor de felicitatie met mijn debuut. Maar ja, die assist was eigenlijk geen assist. Maar ja, daarna schoot hij wel mooi erin. Je hebt twee wedstrijden weten te winnen in de WK-kwalificatie. Hoe schat je de kansen in voor Suriname? Ja, op zich wel goed. Kijk, het is een groep. We zijn net bij elkaar. We hebben voor het eerst samen getraind, zeg maar. Er moet nog heel veel gebeuren. En onze grote concurrent is natuurlijk Canada. Die al jaren een goed team heeft en het ook gewoon goed doet. Dus ja, weet je, we hebben een kans en die moeten we gewoon grijpen. Maar het zal wel heel moeilijk worden. Mikael, ook voor jou. Welkom terug. Thanks. Hoe was het? Ja, het was leuk. Weer een avontuur erbij en twee keer overwinning. Je hebt veel minuten mogen maken. Hoe was dat voor jou? De eerste wedstrijd was gewoon een wedstrijd die we sowieso moesten winnen. Het ging ook niet erom of we zouden winnen, maar hoeveel doelpunten verschil. De tweede wedstrijd was wel echt een zwaar bevochten wedstrijd. Speelde op, denk ik, bijna 2000 meter hoogte. En het veld zat niet echt mee, dus het was gewoon het was wel strijden. Merk je dat ook als je zo hoog speelt met lucht of met dat je juist minder lucht hebt? Ja, direct. Bij de warming-up al ben je helemaal kapot. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tegenstander. Of waren die iets meer gewend? Nee, zij waren er wel beter op ingespeeld. Ik denk dat ook een van de voornaamste redenen was waardoor we daar moesten spelen. Uiteindelijk heb je twee keer gewonnen. Je staat nu gedeeld eerste in de pool, dus dat zijn goede voortekenen. Nee, zeker weten. Nu kunnen we daarop verder gaan bouwen en kijken wat het wordt. We speelden in Breda een hele belangrijke wedstrijd. Heb je er iets van kunnen zien? Ik heb zelf niet de hele wedstrijd kunnen volgen. Ik heb wel een beetje op FaceTime geprobeerd mee te kijken. Dat ging een beetje moeilijk. En verder een beetje via de Insta van NAC, zeg maar. En ja, zo heb ik toch wel wat mooie beelden kunnen zien. Het is eigenlijk een aanrader om de Instagram van NAC te volgen. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Wie het nog niet doet, sowieso doen. In Breda werd ook een toch wel een belangrijke wedstrijd gespeeld. Heb je hem een beetje kunnen volgen? Ja, ik heb de eerste 15 minuten heb ik nog kunnen zien. En toen moesten we zelf vertrekken richting het stadion. Maar al snel viel een doelpunt voor ons. Dus ik was er wel blij mee. En hoe reageer je daar dan op als een goal valt? Ja, gek worden natuurlijk daar op de hotelkamer. Alleen, ik ging pas echt uit mijn dak toe. We zaten in de kleedkamer, moesten wachten. En op een gegeven moment had een teamgenoot van mij verbinding. En die had even gecheckt. En toen zag ik de uitslag natuurlijk. En dan ga je wel lekker die wedstrijd in. Dan staat morgen eigenlijk alweer een nieuwe belangrijke wedstrijd op het programma. Wat verwacht je van die wedstrijd morgen? Het zal weer geen makkelijke wedstrijd worden. Spelen tegen jongere jongens, dus dat is altijd wisselvallig. Blijven meestal gewoon doen wat ze opgedragen krijgen. Alleen, we zijn goed op weg en we moeten dit gewoon zo voortzetten. Wat verwacht jij voor wedstrijd morgen? Winst voor NAC. Dat is eigenlijk het enige wat telt, hè. Ik weet niet hoe die wedstrijd allemaal zal verlopen, maar het belangrijkste is winst. En ik denk tegen de Graafschap dat je echt weer een boost geeft als team. Je doet weer mee. En ja, dat is het belangrijkste, winnen. Dus op naar 3 punten morgen in Amsterdam. Ja, precies, klopt. Heel succes morgen. Top, dankjewel man.